Na weken van verstoringen in het onderwijs in het binnenland van Suriname begint de situatie langzaam te normaliseren. Dit zei minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur afgelopen donderdag op een regeringspersconferentie. De droogte van rivieren en de waterschaarste hebben de herstart vertraagd. Maar volgens de minister is er vooruitgang geboekt en worden de problemen steeds meer onder controle gebracht. Dus we hebben wat extra problemen, wat verlaten vervoer gehad. Maar langzamerhand is het zuiden nu weer bemest met leerkrachten. Er zijn hier en daar nog issues van leerkrachtenwoningen. Leerkrachten die nog schaars zijn op een aantal plekken. Maar langzamerhand proberen we met inventiviteit, combinatieklassen toch zoveel mogelijk te normaliseren. De minister gaf ook aan dat er inmiddels inhaalprogramma's zijn opgezet en daarvoor instructies zijn gegeven. Hierbij is de afgelopen week op de scholen in de dorpen op maandag, woensdag en zaterdag ter plaatse extra lessen gegeven aan leerkrachten over de wijze waarop zij de inhaalslag kunnen maken. Instructies die wij gegeven hebben aan de leerkrachten op locatie om zoveel mogelijk nog eerste kwartaal les in te halen bij de leerlingen. We hebben een case gehad, dat is de case van Stoelmans Eiland, waarbij men zover is gegaan dat men landingsbaan heeft zitten barricaderen. Ik heb op woensdag 20 november een delegatie gestuurd naar, vanuit Zorg en Hoofd naar Stoelmans Eiland. En daar is in dialoog met het traditioneel gezag en de plaatselijke bewoners en de leerkrachten gevraagd om te normaliseren. Het onderwijsproces besproken is tijdens de Kruto dus een aantal punten. Spoedig herstel van de onderwijssituatie, Stoelmans Eiland. We hebben renovatie van leerkrachtwoningen op korte termijn. Renovatie van... De onderwijstopman benadrukt dat tijdens de Kruto er ook aandacht is gevraagd voor de renovatie van de VOJ-school, het wegwerken van het tekort aan leerkrachten en gezond drinkwater voor de leerkrachten. Verder worden de 13 aanwezige leerkrachten versterkt met 7 collega's en worden schoolboeken bijgedrukt. De bedoeling is ook om zoveel mogelijk leerkrachten die in het binnenland werken te voorzien van een laptop met internet.